Stompwijk heeft niet één molen, maar drie. Het polderdorp ligt direct langs de snelweg A4 en hoort bij de gemeente Leidschendam-Voorburg. De verbouwing van een gemaal trekt de aandacht. Hier wordt gewerkt hoor. Goedemiddag. Hallo? Mag ik even boven komen? Wat zijn jullie aan het doen, mannen? Wij zijn de voegen aan het uithakken hier van het gemaal. En dat wordt door de voegen wordt er weer netjes een snijvoer ingezet. Gemaal de Antagonist werd gebouwd in 1882. Het is oorspronkelijk een stoomgemaal. Maar later is er een dieselmotor geplaatst. En ze willen hem weer gaan gebruiken dus. Hoezo? Nou, om het overtollige water hier weg te pompen. Ja, om tussen je de onder. Snijvoegen. Hoe moeilijk kan dat zijn? Nee, gaat al verkeerd. Gaat gaan verkeerd. Kijk. Ik heb het nu al niet goed. Nou, dat is nog best lastig. Dus door naar de molen driegang. Doei! Woont u hier? Ja. Mooi, hè? Mogen we even binnenkijken? Ja, het is een enorme chaos, want we zijn de kerstspullen aan het opruilen. Het is een bijzondere kerst geweest voor de familie Kenemans. Want de heer Kenemans heeft onlangs 2 open hartoperaties ondergaan. Dat is heel heftig. Dat heeft een enorme impact op je. Dat is in Frankrijk begonnen. Daar heb ik hem buiten bewustzijn gevonden. En toen is hij daar een dag of 9 in het ziekenhuis geweest en toen hier naartoe. Maar goed, hij is er nog. En dat was toen even heel tricky. In een molen woon je klein. Maar het kan nog kleiner. Deze mevrouw die verzamelt poppenhuizen. Oh, wauw. Kijk dit. Het is bijna allemaal zelf gemaakt. 5 jaar geleden, denk ik, is de kroonprins van Japan geweest met zijn vrouw en met zijn dochter. Nou, het was ontzettend leuk en dan ben ik heel erg naïef. Dus ik zeg, do you want to see my dollhouses? Yes, please. Nou, zij hebben natuurlijk alles van goud daar. Dus dan denk ik, onzin, Henny, dan kom je hier. Maar dan ging alles ging mee naar boven, hoor. Een paar hoofddames erbij. Zo. Maar dat was een beetje proppen waarschijnlijk hier, zo in deze kleine ruimte. Ja. Nou, bedankt, hè. Tot ziens. Dag. Ja.